en welkom op mijn beautykanaal Beauty by S. Vandaag weer een gloednieuwe video. Ik ga het met jullie hebben over puistjes, spukkeltjes, onrustige huid. Wat kun je eraan doen? Ik heb een tijdje geleden, voor best wel klein jaartje, heel erg last gehad van hormonen. En daardoor had ik best wel een onrustige huid. En vooral hier op mijn voorhoofd en soms ook een beetje hier. En had ik last van onderhuidse vetbultjes en puistjes en een soort van bukkeltjes, zeg maar. En dat vond ik zelf echt verschrikkelijk, want normaal gesproken heb ik een best wel rustige huid. En nu is het gelukkig alweer minder en heb ik er minder last van. Maar ik heb toen de dokter opgebeld en gezegd, wat moet ik hiermee? Want ik word er echt niet goed van. En ik had alles zelf al geprobeerd. Chemische peelings, verschillende soorten crèmes, fruitzuren, van alles nog wat. Maar eigenlijk niks hielp, want vaak is het toch eigenlijk van uit, binnenuit. Maar oké. De dokter kwam met een oplossing. En wat voor mij werkte, werkt natuurlijk niet voor iedereen. Maar goed, ik heb in ieder geval crèmepjes gevonden die heel erg goed werken. En dit wil ik heel graag met jullie delen. Dus ben je nieuwsgierig wat voor oplossing ik daarvoor heb gevonden? Blijf dan vooral kijken. Sowieso is het natuurlijk gewoon heel erg belangrijk dat je je huid heel erg goed reinigt met de juiste producten. Als je last hebt van een vette huid, is het belangrijk dat je geen vette reinigingcrème gebruikt. Dus meestal gebruik je dan een gel die wat lichter is, waar geen olieproducten in zitten, of een mousse. Dat is in ieder geval de basis wat heel erg belangrijk is. En het moet natuurlijk ook weer niet je huid heel erg uitdrogen. Want je wil natuurlijk niet dat je huid vetter wordt, want vet op vet wordt nog vetter. Heel erg logisch. Dus gebruik gewoon een goede reiniging. En als je dat hebt gedaan, dan kom je natuurlijk bij de crème. En nu had ik van de dokter twee crèmepjes als advies gekregen. Die je gewoon iedereen bij de apotheek kan halen. En dat is benzoyl peroxide hydrogel. En dan heb je uit mijn hoofd volgens mij heb je drie verschillende sterktes. Ik heb er twee. En als eerste is deze. En dat is bij jeugdpuisje staat er ook op. 50 gram hydrogel zit erin. En hier zit... wat stom, het staat er niet op. Volgens mij is dit, uit mijn hoofd hoor, 5% benzoyl peroxide hydrogel. En dat is eigenlijk, heeft eigenlijk een uitdrogende werking en ook blekend. Je huid wordt niet bleker of lichter of whatever, want ik heb ook gewoon een getinte huid. Het is niet dat ik nu gewoon witter erdoor werd. Maar het is vooral belangrijk dat als je zeg maar dit hebt opgebracht op je huid, dat je heel goed je handen wast. Want wat ik dus merkte is, als ik mijn handen niet zo heel goed waste en ik veegde het af aan de handdoek, dat bleek gewoon dus. En ook op je lakens moet je vooral heel erg oppassen met deze producten. Anyways, je hebt er eentje van 5% benzoyl peroxide en eentje van 10%. En volgens mij ook nog één tandje hoger. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Anyways, ik heb deze twee gehaald. Daar begon ik mee. Die van 5% heb ik heel eventjes gebruikt, maar dat werkt niet helemaal voor mij. Dus ik begon met, ik ging verder met deze van 10%. En die breng je eigenlijk gewoon aan op de plekjes waar je vooral heel erg last hebt van een vette huid of puistjes. En droogt het eigenlijk uit. En je gaat er heel licht een klein beetje van vervellen. Maar dat valt wel mee. Ja, ik ben gewend. Maar het ligt er ook een beetje aan of je huid er gewend is aan veel producten, peelings enzovoorts. Mijn huid is er heel erg aan gewend, dus ik vervel minder. Maar in ieder geval, het droogt uit. En serieus, deze is echt heel erg goed als je een puistje hebt en je brengt dit aan. De volgende dag is het puistje... soort van ingedroogd. Brengt die 3 dagen aan en het puistje is zeg maar serieus weg. Ook bij een beginnend puistje is het echt heel erg goed. Of als je hem hebt uitgeknepen en je wilt dat het indroogt enzovoort, is het ook heel erg goed. Het prikt niet. Het is vooral, je kunt het gebruiken voor 's avonds en overdag. Ik gebruik het dan alleen 's avonds. Soms doe ik het ook als ik naar een feestje ga, doe ik het overdag. Overdag. Onder mijn make-up bij de gedeeltes waar ik vooral ga glimmen. Dus mijn voorhoofd, hier mijn T-zone. Dan gebruik ik hier een klein beetje van, want het maakt ook mat. Maar serieus, dit was voor mij echt de oplossing. En ik heb alles geprobeerd,
alle soorten skincare, huidverzorging, peelings, fruitzuurtjes, alles heb ik uitgeprobeerd. Dit werkte voor mij echt heel erg goed. En ik zou als eerste sowieso beginnen met de benzoylperoxide 5%. Om te kijken of dat voor je werkt. En als dat niet voor je werkt, dan kun je verder met die van 10%. En ja, het werkt echt heel erg goed. Maar je moet gewoon heel erg oppassen dat je handen goed wast. En ja, het bleekt echt. Dus ik zag het echt aan mijn handdoeken. Maar dit is echt de oplossing. Daarnaast heb ik ook nog de vitamine A acid cream gebruikt. Die heb je wel een voorschrift nodig van je huisarts. Maar die kreeg ik dus gewoon. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, want dit was namelijk een stap 2 voor als zeg maar deze benzoylperoxide niet werkte. Dan kon ik verder met de vitamine A acid. Maar ik moest zeggen, deze werkt sowieso beter dan vitamine A. Want deze had echt een uitdrogend effect. En die vitamine A droogt niet heel erg uit. Ja, ik vond het minder werken voor puistjes. Waarvoor het wel echt heel erg goed werkt is voor littekens, anti-aging. En het maakt je huid echt mooier, gladder, egaler, frisser en ja, gewoon strakker. Want het is natuurlijk anti-aging, dus vitamine A is ook heel erg goed voor om je huid gewoon te verstevigen. En ja, fijne lijntjes en rimpeltjes. Je merkt echt wel dat dit wat egaler wordt met vitamine A crème. Dus daaraan, dat zag ik echt wel aan mijn huid. En ik heb het laatst voor een weekje weer gebruikt deze crème. En dan niet elke dag, wel in de avond moet je deze gebruiken. Niet voor overdag, want vitamine A is toch best wel heftig. Dus voor overdag met daglicht, zon enzovoort is het te heftig voor je huid. Dus het is echt voor in de avond dat je deze gebruikt. En die heb ik dan in een weekje gebruikt. En dan denk 4 avonden of zo. En dan op mijn hele gezicht aangebracht. En hier ging ik dus wel echt van vervellen. Niet heel erg. Omdat mijn huid al best wel gewend is aan veel verschillende huid. Anti-aging en huidcremes en peelings enzovoort. Maar je gaat hier dus wel een beetje van vervellen. En dat voelt ook wel echt goed. Want ja, het haalt toch een laagje van je huid af. Wat je huid dus verfrist. Maakt collageen aan in je huid. Ja, frisser. Je huid gaat hier echt frisser. Frisser van worden, zeg maar. Dus dat is de vitamine A crème. Maar goed, dat was dus stap 2 van de huisarts die mij dit voorschreef als dit niet zou werken. Maar dit werkte dus wel voor mij en eigenlijk beter dan de vitamine A crème voor echt voor puistjes. Dit vond ik iets minder uitdrogen dan deze. Maar het droogt niet op een vervelende manier uit trouwens dit. Het is niet dat je huid helemaal uitgedroogd strak aanvoelt. Dat absoluut niet. En wat ik ook nog gewoon vaak deed, is deze, dat ik deze aanbracht en daar overheen nog heel licht deppend gewoon mijn gezichtscreme. En dan gebruik ik zelf mijn gezichtscreme van Clinique, die ik echt heel erg goed vond. Die heb ik deze afgelopen zomer aangeschaft en heel veel gebruikt. En die is echt, echt heel erg goed. Ik zie het gewoon ook echt aan mijn huid. Die is van Clinique en dat is de Moisturizer Surge lijn. En dan gebruik ik altijd deze. Dit is dan zeg maar een soort van serum die je eigenlijk niet alleen kan gebruiken. Je moet wel deze erbij gebruiken. Maar dit is eigenlijk om je huid, ja, dit is Hydrating Complex Concentrate Super Active Supercharge en dit is Extended Thirst Relief. Oh ja, dat is deze. Maar deze gebruik ik dan eerst altijd deppend en dan deze. Hier zit heel veel. Deze is Moisturizer Surge Extended Thirst Relief en het is een gel crème. Want als je een vet tot gecombineerde huid hebt, gebruik je altijd een gel crème. Maar je hebt hem ook in een wat in de normale versie van de Moisturizer Surge. Ik heb dan deze. En deze is echt heel erg goed. Er zit heel veel hyaluron in. Hyaluron zorgt dat het vocht uit je huid naar boven komt, zeg maar. In een soort van makkelijke manier om het uit te leggen. Maar echt een plummend effect. En je huid wordt er echt heel mooi, ja, fris van. En je ziet er gewoon goed uit. Je huid gezond. Dus deze gebruik ik er sowieso bij. En hier ben ik echt fan van. Ik heb al een keer eerder een filmpje over deze producten opgenomen. Want ik vind het ook hele goede crèmes voor in de zomer. Als je huid gewoon al wat vochtiger is en wat vetter door de zonnebrand, is deze ook gewoon echt heel erg goed. Maar ook in de winter voedt hij mijn huid ook gewoon echt goed. Dus deze gebruik ik er dan bij. Maar in ieder geval, dit is echt mijn go-to
product voor als je last hebt van echt veel puistjes, acne, onrustige huid, is deze benzoyl peroxide hydrogel echt de bom. En je kunt hem gewoon halen bij de apotheek en je hebt geen voorschrift nodig van je huisarts. Dus dit kan ik je echt aanraden. Voor die vitamine A heb je wel een dingetje nodig van je huisarts. Maar ik zou als eerste sowieso gewoon deze aanraden. Dit waren mijn tips voor so far van wat voor mij echt heel goed werkte. En ik hoop dat je het een leuke video vond. Vergeet dan niet je duimpje omhoog te doen. En je te abonneren op mijn beautykanaal Beauty by S. En me te volgen op Instagram en op Facebook beauty.by.s. En daar komen ook wekelijks iedere maandag mijn weekly product reviews voorbij. En ik hoop je volgende week weer te zien. Dankjewel voor het kijken.